Hallo baby. Kijk, dit is gewoon stijl. Allemaal lekker vinden en het leuk vinden wat er in de box zit. Mardan is dit mijn homemade matcha. Ze heeft me deze prachtige Prada-tas gegeven. Hoe cute is dit? Oh, wow, wat een binnen. Ik bouw ook echt. En toen heb ik mezelf getrakteerd op iets. Wat is dit? Deze schoenen, jongens, lopen niet helemaal lekker. Dus ik ben echt aan het detoxen. Zo lekker. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben deze ochtend vroeger uit. Mijn wekker stond om 7 uur, nou ja, voor mij vroeg. En ik ga eventjes, nou ja, ik ben al bezig met mijn huis een beetje aan het opruimen. Dat vind ik echt het heerlijkste om te doen in de ochtend. Lekker dingen zoals de vaatwasser uitruimen, nog wat dingetjes op zijn plek leggen. Zo word ik altijd echt het lekkerste wakker. En dan ga ik straks lekker douchen klaarmaken. Maar eerst zorgen dat het clean space is clean mind, zeggen ze toch? Ik ben er vroeg uit omdat ik straks eventjes naar Amsterdam toe ga. Want, oh, Rover is aan het eten, dus dat hoor je. Maar Candy speelt bij Jong Oranje en daarmee gaan ze altijd echt een week weg. Waar ik nu al tegenop kijk. Maar ja, jullie zien hem misschien niet. Jullie zien het sowieso niet in de vlog. Maar we zijn eigenlijk elke dag samen. Maar gisteren had hij een wedstrijd, we sliepen eventjes niet samen. Maar ik wil hem wel nog even zien voordat hij weggaat. Dus ik rij zo nog even naar hem toe. Daarna ga ik sporten en Noora heeft een heel erg leuk hondje. Nou ja, het is best wel een grote hond, maar het is wel nog een puppy. Maar die heeft ze dus van een soort asiel. En dan vangt zij hem nu op totdat ze een baasje hebben. Dus hij gaat niet meer terug naar het asiel. Dus dat is wel een heel erg mooi iets. Vooral mensen die willen kijken of ze klaar zijn voor een hond. Of ze het leuk vinden, maar ook gewoon om die hond een beetje te helpen. Dus zij heeft nu de komende tijd een hond. En die wil ik natuurlijk eventjes zien. Dus daar ga ik heen. Nou, ik ga me eventjes lekker klaarmaken, douchen. Getting ready for the day. Gedoucht, mijn make-up gedaan en ik heb dit sportoutfitje aan die ik gisteren binnen heb gekregen van Yogaya. En ik ben er echt mega blij mee. Het zit echt zo lekker. De stof is top. Vestje is leuk. Dus dit doe ik aan. En de schoenen die ik aan doe zijn deze van Mercer Amsterdam. Dus die doe ik aan en dan ga ik nu de deur uit. Ik moest nog eventjes 2 campagnes opnemen die deze week live moeten, maar dat is gelukt. Het is op dit moment 9:15. En I'm ready to leave. Ik denk wel dat ik nog even een trui aan doe. Oh my god, guys. Het is zulk lekker weer. Ik ben even mijn oortjes aan het zoeken, maar got it. En ik ga zo eventjes bij Cafecito nog wat werk doen. Net Ken even gedag gezegd. En nu ga ik even koffietje doen. En ik moet nog die campagnes die ik heb opgenomen, eventjes veel opgenomen. Eventjes editen. Dus dat ga ik dan lekker doen met een koffietje erbij. Ik denk een matcha. Soms heb ik echt zin in koffie en soms in matcha. En vandaag is het matcha. Ik ben aangekomen bij Noor. Ik heb eventjes koffietje gedaan en dan zijn we gaan sporten. We komen echt net terug van de sportschool, maar kijk eens aan. Hallo baby. Nou, jij bent niet echt een baby, want je bent zo groot. Je bent zo groot. Hallo schat. Kan je eruit? Ja, je mag maar ruiken. Ja, die mag je ook ruiken. Mij mag je ook ruiken. Alles. Hallo knabbert. Oh my god. Hallo. Dit is Noora haar poging tot Sandy mee naar buiten te krijgen. Ja. Kom, we gaan naar die kant. Ik vind het dus een beetje eng naar buiten. Zo leuk. Ja, jij vindt het leuk. Zij vindt het iets minder leuk. Nou, je hebt wel geluk met het weer dat het zonnetje schijnt deze dagen. Ja, ik ga mee. Kom. Ja, die wil natuurlijk aan alles snuffelen op dit moment. Ik ga naar de auto toe lopen. Ik ga weer lekker naar huis toe. Ik heb morgen mijn eigen event met mijn lancering van de parfum met Parfumado. Dit was echt geen goede zin, maar daar heb ik heel erg veel zin in. Maar mijn haar en zo, ik heb echt zin in zo'n lekkere everything shower. Dus dat ga ik lekker deze middag doen. En ik moet nog een samenwerking opnemen met Factor Meals. Daar heb ik echt heel erg veel trek in. Al mijn maaltijden zijn weer geleefd en dat ga ik dus vanavond lekker eten. Dan kan ik die stories ook opnemen. En jij Noor, wat moet jij nog doen? Sandy uitlaten. Deze hond opvoeden. Sandy. Kom. Deze hond wil liever met iemand anders meelopen. Hey, laat mij er even buiten. Hey, ik ga jullie achterlaten. Ik ga lekker naar huis toe. Ik liep er volgens mij vanochtend precies hetzelfde bij. Maar ik heb nog een keer gedoucht. Mijn ogen zijn nog helemaal rood, want ik had mijn lens ingehouden met het douchen. Maar ik ga mijn haren doen. En iedereen heeft die Dyson Air Straight gekregen. Op het event, maar ik kon daar helaas niet bij zijn. Maar ik heb dus een tijdje geleden eenzelfde short gekregen van GHD, de Duet Style. En dit is dus eigenlijk een beetje hetzelfde.
Dit is een föhn die je haar gelijk stelt. En ik ben er zo blij mee, want ik föhnde echt nooit mijn haar. Ik ging altijd met nat haar slapen. Maar nu föhn ik mijn haar dus elke keer nadat ik mijn haar heb gewassen. Want ten eerste is het dan gewoon lekker droog en hoef ik niet met nat haar te slapen. Want als ik met nat haar ga slapen, dan is het de ochtend erna echt nog erger dan als ik het gewoon op laat drogen. Want dan word ik echt een soort schaapje. En ten tweede is het ook gelijk stijl. Dus dat is heel erg fijn. Ik laat het wel een beetje opdrogen. Want ik vind het niet chill om helemaal op nat haar te doen. Maar zelfs dan werkt het ook. Want dat heb ik ook geprobeerd. Zo, dit ga ik eventjes borstelen. Mijn gezicht heb ik al besmeerd met de L'Oreal Bright Reveal. En ik merk dus echt dat al mijn littekens een stuk minder worden. En ik ga nu eventjes deze moisturizer opdoen. For some extra hydration. Mijn huid wordt altijd super snel rood en droog na het douchen. En mijn ogen dus ook. Maar ja, dat komt door mijn lenzen. Maar ik doe straks lekker mijn bril op. Alleen met mijn haar feunen vind ik het fijner om nog mijn lenzen in te hebben. Want anders zitten die pootjes van mijn bril in de weg. Oké, ik heb toch geen zin om te wachten. Dus ik ga lekker mijn haar eventjes opdelen. Kijk, hij gaat aan. Dit is hem dus. De binnenkanten zijn zo. Let's go. Kijk dan, ik ben er twee keer doorheen gegaan. Alleen door deze kant. Het is gewoon droog. Kijk, dit is gewoon stijl. Zo chill. Told you dat ik helemaal rood word altijd hiervan. Zo, de föhn is uit. En mijn haar is stijl. Heerlijk gedaan. Ik heb er 20 minuten, nou een kwartiertje dus, over gedaan. Ik ben al 20 minuten aan het filmen, maar ik ben niet vanaf het begin gelijk begonnen. Maar het is helemaal droog. I love it. Meestal ga ik nog even, dan gaan we doen. Nog één keer ondersteboven en dan erdoorheen. Oh, dit is zo'n heerlijk gevoel. Echt helemaal fresh hair. En het is zo zacht. Wordt hier dus niet voor betaald of zo, maar ik ben hier gewoon echt heel blij mee. Dit is een aanradertje. Ik weet niet of hij veel goedkoper is dan de Dyson of juist duurder. Ik heb echt geen idee. Maar ik ben er in ieder geval heel erg tevreden mee. Oké, guys. It's time to make a matcha. Ik ga naar de gym en ik heb er heel erg veel zin in om dat te nemen voordat ik ga sporten. Ik had deze laatst gehaald bij de toko, dat ik die mee kan nemen. Maar wat heb ik nodig? IJs. Dan amandelmelk. En ik weet niet precies hoeveel. Dus ik zal het voor jullie eerst even in een maatbeker doen. Ik denk 200 milliliter. Ik doe zelf amandelmelk. Je kan ook kokosmelk gebruiken. Ja, wat je maar wilt. Maar dit is amandelmelk. Ja, 200 milliliter is perfect. En dan wat matcha. Ongeveer 2 à 3 gram. Met wat heet water. Geen kokend water. Belangrijk dat je zetbewegingen maakt. En echt uit je pols. En dus niet zo gaat draaien, maar echt dit, zoals mij is verteld. Ik heb zelf de matcha van de Matcha Man, maar er zijn heel veel verschillende. Maar er zit ook zeker wel verschil in, maar ik vind deze echt heel lekker. Nou, dan is het zover. We gaan het erbij gooien. Tadaa! Ik doe er wel gewoon een niet wegwerp rietje in. Maar dan is dit mijn homemade matcha. I love it. Oh, hier had ik zoveel zin in. Nou, ik ben aangekomen in de gym. Kijk, het is echt druk. Normaal niet. Maar dit is omdat er nou een lesje is. Dus dan denk ik altijd, oh my god, het gaat zo druk zijn. Maar dan is iedereen boven. Ik ga lekker voor cardio. Dus helemaal in het zwart. New Balance aan. Ready. Wow, ik dacht dat er iemand achter me stond. Maar dat was dit. Ik ben net thuis van het sporten. Ik heb cardio gedaan. Nou, misschien is wat te zien aan mijn hoofd. Nou, ik ben niet meer zo rood. Maar de Early Access link is net gedeeld met de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. En dat was om 10 uur. Kregen de mensen de link. En om 9:55 kreeg ik een berichtje dat heel de site eruit lag. Wow, mijn camera heeft een witte vlek. Wacht heel even. Oh mijn god, heel mijn lens is gewoon beschadigd. Nou, ik hoop dat jullie het niet zien. Maar ja, dat de site eruit lag omdat er te veel mensen op zitten. En dat is natuurlijk een heel goed teken. Daar ben ik echt mega dankbaar voor. Maar ik baal ook echt. Want je hoopt natuurlijk dat alles gewoon helemaal goed gaat. Maar ja, gelukkig zijn ze het aan het fixen. En we hadden het ook niet
helemaal kunnen voorspellen. Want de site zou er gewoon ready voor moeten zijn. Maar ja, het wordt dus gefixt. En ik ben wel heel erg trots eigenlijk dat dat dus... Ik ben heel dubbel. Trots dat zeg maar zoveel mensen op de site zitten. Maar jammer dat de site het daar niet aan kan. Ik ben even aan het ontbijten. Ik ga ze douchen. En even chillen. Want ik heb vandaag mijn eigen event van Parfumado voor de lancering. En daarna nog een Magnum event. Dus een druk dagje. Ik moet dus ook mijn outfits gaan uitzoeken die ik aan ga doen. En ik heb dus in Dubai, een tijd geleden toen ik met Ken daar was. Toen heb ik een shirtje gehaald bij Celine. En die heb ik nog nooit aangehad. En ik wilde een keer aan haar voetbalwedstrijd. Maar ja, eer dat het mooi weer is. Zijn we een paar maanden verder. Als je echt in een shirtje in het stadion kan zitten. En ik wil hem gewoon aan. Dus ik dacht aan deze rode broek met dit shirt. En ook omdat hij er niet bij kan zijn, wel heel erg leuk. Omdat ik deze van hem heb gekregen. Dus dan is hij er toch nog een beetje bij. Dus ik denk dat ik dit aandoen naar het event van Parfumado. En dan heb ik dus voor Magnum, dat is het tweede event, moet ik iets paars aan. Maar dit is het enige paarse dat ik heb. Of een paarse tas. Kijk, en hierbij kan ik gewoon een zwarte outfit. Dat is wel chill. Ik weet niet of ik zin heb in dit. Oké, ik denk toch wel. Dit wordt mijn outfit voor Magnum. Ik heb deze ooit gekocht in Barcelona. Broek is van Hidden Hills. En dan deze Nike's met paars erin. Dat wordt de tweede outfit. Maar de eerste outfit is eigenlijk nog veel belangrijker. Zo, ik heb me klaargemaakt. En dit is dan mijn outfit voor straks. Ik doe deze hakken erbij aan van Guess. En ik doe nu eventjes mijn sneakers aan. Praat je nou tegen mij? Maar ik doe voor nu nog eventjes deze Celine schoenen aan. Mijn broek is trouwens van de Shoebi. Mijn shirtje dus van Celine. En dan dus deze schoenen. Want ik weet niet hoe dichtbij ik kan parkeren of bladibla. Dus de hakken doe ik echt pas lekker daar aan. En dan is dit dus de look. En mijn nieuwe Chanel tas erbij. Dus helemaal jade. Aangekomen in Amsterdam op locatie Jade Anna X Parfumado. En we zijn binnen al met een klein groepje. En oh, dit is helemaal in het thema van mijn parfum. Dit is dus de grote foto met de parfum die hier in heel veel oplages ligt. Echt zo leuk. Mooie bloemen, doosjes. Helemaal cute. Kijk hoe lekker. Er staan al hapjes. Echt van alles en nog wat. Ik heb net een koekenmani gehaald. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar dit gaat er zeker bij. En er staan hier ook echt zulke leuke mocktails. Kijk hoe leuk. Met de strikjes eraan. Helemaal gezellig. Dit is dus de locatie. Oh, je ziet nu dus de kras op mijn lens. Ik zat laatst bij Gerda te kijken en met Geertje hadden we in juli vorig jaar het eerste gesprek over deze co-creatie. En nu, 9 maanden later, staan we hier bij de geboorte van jouw baby. Maar het lijkt me leuk als Jade en Rosanne, onze lead creative, wat meer gaan vertellen over dit proces. Waarom hebben we dit parfum gemaakt en waar ruikt het naar? Dus leuk. First, hè? Ja, leuk. Nee. Ja, misschien leuk om te vertellen. Eigenlijk toen we begonnen, vroegen we eigenlijk Jade, want Jade is al een parfumtrekker. Toen vroegen Jade, welke parfums vind jij lekker? Nou, toen kwam er heel veel inspiratie onze kant op. Ja. Dus dat was echt top. In verschillende hoeken ook. Dus bloemige parfums, maar ook in de Lokenstad 33. Dat kruidiger, houtachtig. En je zei volgens mij zelf dat je van houtachtige parfums heel erg hield. Ja, ik wist totaal niet wat ik lekker vond. Ik dacht echt dat ik een beetje van Amber hield en totaal niet bloemig. En toen gingen we zo'n test doen of je had zo'n heel... Ja, ik had een parfumanalyse gemaakt van alle parfums. Daar kwam echt precies niet uit wat ik dacht. Nou, ik wilde vooral een parfum die zeg maar dat als je hem in de ochtend opspreekt, dat je wel weet dat hij er 's avonds op zit. Ja. Maar niet dat hij echt zo super sterk is. Dus, nou, ik kan zelf nog steeds niet deze parfum opschrijven. Ik ben er echt achter gekomen dat ik ergens een noob ben als parfum. Volgens mij, wat was het nou? Zwarte bes? Ja, de zwarte bes zit erin, mandarijn en iris. Dat zit zeg maar in de topnoten. Dus als we daar gelijk naartoe gaan, inderdaad van. Oh yes? Nee hoor. Het parfum opent dus heel erg bloemig en fruitig eigenlijk. Dus mandarijn ga je heel erg ruiken zo meteen. Violet zit erin, zwarte bes. En dat noemen we de topnoten. En die blijven, ja, die kunnen nog wel steeds ruiken, wordt doorgegeven. Ja, volgens mij zijn deze ook allemaal al besproken. Jullie kennen het. Verstaan. Ja, dat is nog steeds lekker. Topnoten zijn eigenlijk grote, hoor. Ja, toch? Het is gewoon echt jaren. Ik vond het best wel eng, want het is best wel, ja, je hoeft het ook niet lekker te vinden. Ja. Iedereen vindt zelf het parfum lekker, maar ik hoop dat jullie hem allemaal... allemaal lekker vinden en het leuk vinden wat er in de box zit. Ja! En sowieso het leuke is ook dat het bij iedereen heel anders gaat ruiken, omdat het
kan jij ook misschien wat meer vertellen. Ja, of aanpast aan je huid. Klopt, inderdaad. Oh, ja. Leuk. Ik heb het even uitgeprobeerd. Heel leuk. Mooi, hè? Oh, wat met je naam erop? Oh, dat dit is gewoon. Dat is echt leuk met je naam. Dat is echt leuk. Dat is wel uitgehaald. Ik heb eigenlijk een beetje de eerste erin gedaan wat ik zelf. Ze vroegen me wat wil je in een goodie bag? Nou, dat vond ik echt heel moeilijk. Maar ik wilde eigenlijk een soort van toilettasje met allemaal leuke dingetjes wat ik zelf voor selfcare erg leuk vind. Lip oil. Deze kaarsen die zijn dus helemaal zelf gemaakt. Door jou. Ja, die is voor mij. Maar die vond ik echt mega cute. En het spreekt wel goed. Ik heb me alweer omgekleed, want ik moet door naar het volgende event. Maar het was zo leuk. Iedereen heeft boxjes gekregen. En de Girl Squad is vandaag Stijn en Biebs. En we hebben dus nog een Magnum event. Normaal zou mijn batterij echt op zijn, maar ik ben helemaal, helemaal opgeladen. Ja. Mijn is wel een beetje op, maar. Ja, een klein beetje op. Kijk, ik heb mijn camera laten vallen. Ja, maar zie je het op beeld? Echt? Ja. Nou, ik heb hem dus bij voerbakjes gedaan. Die van met zand waren. Ah, dat is niet echt zo handig. Hé, ik zie het Magnum logo. Oh, lekker dichtbij? Ja. Ik hou niet van verlopen. Het is hier. Nee, dat weten we. Toch heb je in Londen goed je best gedaan. Oké, guys, doe nog even zo. Maar ik heb net eigenlijk zelf niet gefilmd. Volgens mij, ik heb wel wat gefilmd, hè, Bina? Volgens mij heeft Geertje nog meerdere keren in mijn camera gepakt. Maar het was echt super leuk. We hebben nu dus het Magnum event. Maar we hebben geen idee wat ons te wachten staat. Alleen dat het een diner is. Het is wel leuk, want sommigen die net op mijn event waren, zijn hier nu ook. Dus het is een leuke groep. En het is gelukkig pas 6:15. Nou, we kregen zojuist te horen dat we een andere kamer in moeten. Oh. Voor de tweede. Wat is er ook? Kijk maar. Oh! Dinner experience? Hoe cute is dit? We zitten helemaal laag op de grond met z'n allen. Mijn benen, ik weet niet waar ik ze moet laten. Maar ja, dit is dus, staat hier een menu? Ik heb het menu gevonden. Kijk waar we zijn. Oh mijn god. Hey. Jullie zijn wel heel stil allemaal. Wij zijn heel stil. We gaan een plekje zoeken. Ik kom net thuis. Ik heb nog bloemen gekregen die ik even snel in het water ga zetten. Maar het was echt zo'n drukke, maar leuke dag. Ik ga zo in bed eventjes alle foto's en video's terugkijken. En lekker nagenieten, maar vooral op tijd slapen. Want het vergt nogal wat energie, maar gelukkig alleen maar goede energie. Het is de dag daarna en ik heb echt zo'n leuke dag gehad. Het was zo gezellig. Vanochtend een beetje uitgeslapen. Maar toen weer gesport. En best wel veel gedaan weer vandaag. Maar ik had mijn camera niet mee. Maar ik heb wel iets heel erg leuks gekocht voor mezelf. Als een soort cadeautje. Ik had echt een shitty mentale dag vandaag. Ik weet niet. Omdat gisteren juist zo leuk was. Maar ik was ongesteld geworden. En dan ga ik gewoon super erg overthinken over alles. Dus dan lag ik in bed. En dacht ik, vond iedereen het wel leuk? En was ik de enige die het leuk vond? En wat als het niet goed gaat en bla bla bla. Dus ik ging vandaag sporten en ik voelde me echt 60 keer zo dik gewoon. Dus ja, girl problems. We hebben er allemaal last van, maar I survived. En toen liep ik onderweg terug naar de auto en door de pc. En er stond al heel lang op de planning dat daar een Celine winkel zou openen. En Celine is echt een van mijn favoriete winkels. En ik loop langs en die winkel is open. Dus ik zeg, want ik was met Anouk, ik zeg, huh? Deze winkel, ik was vanochtend nog aan het kijken. Want ik had al wel op de planning dat ik misschien door de straat wilde lopen om wat te kopen. Dus ik denk, nou, dat kan niet. Want ik heb het opgezocht en hij is nog niet open. Dus ik ga naar binnen toe en zeg, hey, vandaag is de eerste dag officiële opening. Ik zo, oh, nice. En toen heb ik mezelf getrakteerd op iets. Ik had altijd, zoals jullie weten, achter mijn telefoon zo'n pasjeshouder. Maar omdat mijn telefoon kapot is gevallen en ik nu weer mijn oude telefoon heb, ben ik gewoon weer teruggegaan op mijn portemonnee. En ik dacht, ja, het is ook eigenlijk wel gewoon, ik ben nu 19, ik moet gewoon een portemonnee bij me gaan hebben. Dus ik liep bij Celine naar binnen en ik dacht, dat is waar ik mezelf op ga trakteren. Dus dit is het doosje met daarin. Oeh. Ik had niet verwacht dat er meer uit zou vallen.
Tada, tada, tada. Deze hele cutie portemonnee. Er zit nog helemaal zo'n stickertje op. Maar dit is hem met het Triumph logo. En ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Dit is namelijk mijn portemonnee nu. En het is echt een huge ding. En hij is ook echt loeizwaar. Voor niks. Dus ik ga eventjes alles overzetten in deze. Zo, all done. Ik vind hem echt heel erg mooi. Oh my god. Ik kom net thuis. Ik heb eventjes pakketjes opgehaald bij mama. Want daar laat ik dus nog steeds al mijn pakketjes naartoe sturen. En ik heb hier een tas vol met pakketjes. En hier nog een hele zak met kleding van Most Wanted. Maar die ga ik voor straks bewaren. En ik ga nu beginnen met deze. Als eerst wat hierin zit is echt iets prachtigs. Ik had dus gisteren de lancering. Ga ik nog 100 keer zeggen waarschijnlijk in deze vlog. En Jeline was daar ook. En echt, ze heeft een hart van goud. En ze appte me al met, ik wil een cadeautje voor je meenemen. En het zei ik al, niet te gek doen. Maar ja, ze heeft me deze prachtige Prada-tas gegeven. Echt, ik ben zo mega blij hiermee. Gewoon als cadeautje dus, omdat ze zo trots zijn. Dat vind ik echt veel te lief. Maar ik kan niet wachten om deze te dragen. Deze zomer wordt dit de tas die ik mee ga nemen overal naartoe. Echt, ik ben er zo blij mee. Dus 100.000 maal keer bedankt. Deze gaat een heel mooi plekje krijgen in mijn kast. Waar ik mega blij mee ben. Astrid. Allemaal nieuwe mesjes. Ik leef hier echt voor. Ik heb heel mijn badkamer vol liggen met deze mesjes. Ik heb ook een hele lange tijd met ze samengewerkt. En nu dus weer. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar ze hebben dus nieuwe kleuren. Dit is een donkergroene met een donkergroene houder. Een donkergroene travel case. Oh my god, hetzelfde maar dan in deze fucking mooie roze kleur. Met, of course, de roze houder. En de roze travel case. Ook heel leuk. Doe het even allemaal in één doosje. Dan zit denk ik de lime kleur nog hierin. Ja. Nou, hoe leuk zijn deze kleurtjes? Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh, een Ultimate Shave Gel. Deze heb ik nog nooit geprobeerd. Ik had wel altijd een shower jelly. Maar ze hebben hem geüpgrade tot een shave gel met shea butter, niacinamide en sea moss. Heel nice. Ik heb best wel een sensitive skin. Dus ik denk dat dit heel erg goed is voor mijn huid. Dan heb ik een pakketje opgestuurd gekregen van Stieglitz met kleding. Ik mocht het zelf uitzoeken, dus het is geen surprise. Dit shirt. Ik ben weer helemaal into de oversized shirts op gewoon een jeans. En dan met een leuke blazer of zo. Dus deze vind ik echt mega leuk. Deze heb ik in maat S. Dan nog een lange mouw shirt. En volgens mij dat is van die leuke franje. Ja, dit vind ik fantastisch. Oh mijn god. Dit vind ik zo leuk als jurkje. En dan met leuke laarzen. De achterkant. Oh, heel, heel leuk. En dan nog deze bikerjas. Echt fantastisch. Een soort zebra mouwen. Maar ja, dit is echt heel vet. Ik kan niet wachten om dit te stylen. En vooral met deze dagen dat het niet super koud is. Zijn die jasjes echt top. Oh, er zit nog een kaartje bij. Daar staat niks op. Maar wel een ander kaartje van het volgende. Hi Yara, wat ontzettend leuk dat we jou onze Share Thermal Brush naar jou mogen toesturen. Ik lees het helemaal verkeerd. Het is dus een föhnborstel. En ik wilde dit al heel lang proberen. Nee, niet een föhnborstel, maar zo'n warmteborstel. Dus dan, als je haar al droog is, kan je het hiermee zeg maar zo krullen, vasthouden. En dan weer los. Oh, ook nog 2 klemmen. Nou, zoals jullie weten, gebruik ik dat letterlijk altijd. Oké, heel erg benieuwd om dit te proberen. Ik wilde die al bestellen van, hoe heet dat? Bjorn Axen of zo? Bjorn Axen. Want die zie ik altijd op TikTok voorbij komen. Maar dan hoeft dat niet meer. Benefit. What's this? Oh, allemaal brow producten. Altijd goed. De Precisely My Brow Wax. De pencil en de detailer. Altijd fijn. Het is trouwens een beetje donker, maar ook wel cozy, toch? En dan ben ik dit jaar weer Lipton Iced Tea Ambassador. En daarvoor hebben ze mij hun nieuwe smaak opgestuurd. Er zit een, oh, dit is een boekje. Hi lieve Yara, wij zijn ontzettend blij om jou weer dit jaar als
ambassador van Lipton Ice Tea te mogen verwelkomen. Maak je klaar voor weer een jaar vol festivals, togetherness, zon en verfrissende Lipton Ice Tea. Wij hebben er zin in. Liefst Team Lipton Ice Tea. Zo leuk. En dit is dus de smaak. Green Iced Tea Strawberry. En deze zat nog bij het Lipton Iced Tea pakketje. En wegwerpcamera, altijd leuk. Nou, en dan hebben we nog dit huge pakket van Most Wanted. Danique die had mijn TikTok gezien dat ik rood aan had. En die stuurde ze naar mij met... Oh my god, wij hebben ook allemaal leuke rode items. Wil je die ontvangen? Dus, ze heeft allemaal leuke andere items er nog bij gedaan, zie ik. Maar ook rode items. Als eerst hebben we een rode... trui. Oh, dit is super zacht van stof. Heel leuk. Altijd goed. Dan is dit een rood blouseje. Heel leuk. En deze broek heb ik volgens mij al van de vorige collectie. Dit is zo'n chille broek. Dit is een ander topje nog. In een soort satijnen stof. Hier nog een leuk shirt ook met rood. Fucking leuk voor op een jeans. Nog iets roods. En volgens mij is dit zo'n bomberjasje. Meer in een soort bordeauxrood. Ik vind deze kleur heel leuk. Ook leuk dus weer voor echt die tussenperiode jas. Daar hou ik echt van. Dit is denk ik... Is dit een setje? Oeh, leuk. Zo'n cropped shirtje, maar wel heel breed. Ik denk dat dit op deze broek hoort. En dit is een zelfde soort grijze broek. Alleen heeft hij steentjes erop. In een hele zachte stof. Oeh, heerlijk. En ik denk... dat dit een setje is. Maar dan heeft deze dus geen glitters en deze wel. Ik ben al de hele tijd hier naar aan het kijken wat dit is. Want het is echt niet iets wat ik zou dragen. Oh, een jasje. Oh, ja, dit zou ik wel dragen. Ik dacht een jurkje in glitters of zo. Ik denk dat is echt niks voor mij. Maar dit is dan wel weer helemaal me. Leuk. Ik word helemaal verwend. Een leopard jeans. Hoe leuk is deze? Deze gaat helemaal viral. En nu heb ik hem ook. Ik hoop dat de maat goed is. En dan hebben we nog één setje. En dit lijkt een soort cargo set. Oh. Oh, dit is een rokje. Ik denk al. Of nee, wat is dit? Wat is dit? Oh, een top. Dacht al, dit is heel weinig stof voor een item. Maar het is zo'n bandeau top met deze broek. Heel leuk. Ze heeft me mega leuke dingen opgestuurd. Nou, als ik het aandoe, dan zien jullie het wel voorbij komen hier of op Insta. Oh, en nog één ding die ik bijna maar vergeten is zo'n hele leuke strik voor in de haren. Ik heb alleen totaal geen zin om dit nu op te ruimen, dus probleem voor morgen. Het is vandaag vrijdag en ik ga naar Cup & Roll. Normaal nooit op vrijdag. Maar eigenlijk wel chill, want mijn schoonmaakster is er vandaag weer. En dan kan ik lekker de deur uit. Dit is wat ik aan heb. Ik heb even geen zin in details, maar ik moet snel de deur uit. Ik heb dus letterlijk mijn protein bowl in een bekertje gedaan. Die ik mee kan nemen, zodat ik onderweg lekker kan ontbijten. Paraplu mee, want misschien dat het gaat regenen. Ik ben alweer thuis en ik had dus echt haast, zoals jullie zagen. Maar ik heb me omgekleed. Ik heb deze trui aan van Reinders op deze broek van Most Wanted. En mijn New Balance 9060. Het is een beetje, zeg maar, net een andere kleur. Ik weet niet of ik dat heel leuk vind, maar ik doe ook nog een beige jas aan. En dan heb ik, zeg maar, heel veel verschillende kleuren. En dan is het wel leuk. Deze deur valt heel erg dicht, maar dat denk ik in ieder geval. Als ik het zo doe... Ja, dan heb ik gewoon allemaal tinten beige. En dat is wel leuk. Tas mee. En we're all ready. En als je je afvraagt, wat ga je doen? Nou, papa die gaat naar Amsterdam toe. Want Noora heeft dus dat hondje. Maar ze gaat vanavond naar het Nederlands elftal toe. Superleuk. Maar papa gaat even oppassen op haar hond. En hij moest nog wat dingen, een jas volgens mij, ruilen in Amsterdam. Dus ik dacht, ik ga wel eventjes mee en dan gaan we samen even de stad in. Dus dat is hartstikke gezellig. Mijn huis is weer helemaal netjes. Ik heb... bloemen gehaald. Ik moet alleen nog even dat papier weggooien. Maar I'm all ready. Daar loopt hij hoor. Met zijn jas die hij bijna in de auto was vergeten. Maar die moeten we dus eventjes ruilen. Hopen dat ze de maat nog hebben. Mag ik hopen, ja. Ja, dat hoop ik ook voor, ja. Anders mogen ze hem per direct maken. Maar ja, we gaan niet eerder weg dan dat die jas er is. Kijk hem gaan dan, hè. Laat hem eens even zien. Dit is de nieuwe jas.
Met capuchon. Ja, die kwam er ook vanaf. Heel leuk. Binnenzakjes. Binnenzakjes, alles erop en eraan. Hoppa. Nou, papsie weer helemaal blij met zijn nieuwe jas. En ik was er weer eventjes uit. Ik was gisteren, for your info, echt helemaal niet lekker. Ik ben gisteren echt heel de dag thuis gebleven, niks gedaan. Uitgerust, maar gelukkig voel ik me vandaag weer beter. Dus dat is good news. Ik moet echt zo nodig plassen, maar ik had gewoon echt geen zin om te gaan. En ik had net papa afgezet bij Noora en toen dacht ik, zou ik even naar binnen toe rennen. Maar ook daar had ik geen zin in. Dus ik hoop echt niet dat ik in de file kom te staan, want dat hou ik echt niet vol. Ik moet sowieso nog een half uur, maar als daar nog tijd bij gaat komen of heuveltjes, then it's over for me. Oeh, oh my god, ik laat even een blikje vallen. Maar gisteren was papa dag, vandaag is mama dag. Ik ga namelijk met mama richting Haarlem. Voor degene die het gemist hebben, mijn telefoon is een maand geleden kapot gegaan toen er een auto overheen reed. Maar ik stelde de hele tijd uit om hem te laten fixen. Maar nu ga ik het echt laten doen. Dus ik ga de auto in. Ik doe nog even mijn parfum op van Parfumado. En ik heb gisteren het nieuws gekregen dat de travel cases, dus waar die in zit, anders krijg je het geurtje zo. Dit is nog een sample trouwens. Maar dat de travel cases dus helemaal zijn uitverkocht. Dus dat is echt insane. Dank jullie wel. We zijn in de Apple Store geweest. Mijn telefoon wordt gemaakt. Maar we moeten even wat tijd vullen. En ik heb net deze gepast. Zijn echt deze schoenen, jongens. Ze lopen niet helemaal lekker. En ik moet gewoon een derde kleur. Dus dit is de New Balance 9060. Nou, jullie weten wel. Ik heb ze altijd aan in mijn vlog. En mama, die neemt gewoon de witte Air Force's mee. Want dat is een must in de kast. En die lopen altijd goed. Nice. Oh, ik wilde de schoen filmen die hier stond, die ik heel leuk vond. Maar hij is weg. Maar het was in ieder geval deze. Maar dan met wit. Vind ik ook echt super leuk. Die Samba's heb ik. Nou jongens, die aankoop is achter de rug. Ik ben er echt heel blij mee. Er staat ook een veters bij. Ik wil zeggen slippers. En we zijn nu in de Apple Store. Want als het goed is, is mijn telefoon klaar. Lol, deden jullie dit ook altijd toen je nog bij je ouders woonde? Of als je bij je ouders nog woont? Je schoenen, zeg maar. Dat je moeder dingen op de trap zet. Zo van, neem mee naar boven. En dan is het echt letterlijk zo, woep, woep. Ik heb het niet gezien. Nou, dat doe ik dus ook in mijn eigen huis. Maar niemand die het meeneemt. Want ik moet het zelf doen. Maar mijn nieuwe schoenen. Dit zijn ze. Ik vind ze echt pretty. En ik heb er dus andere veters in gedaan. In het beige. Want die zaten erbij. En dat vond ik mooier. Maar hoe leuk voor de lente. En in de tussentijd ben ik mijn telefoon aan het overzetten weer. Naar mijn, zeg maar, oude. Maar dus wel de nieuwe. En dit was mijn backup telefoon. Maar het duurt zo lang. Ik kom echt al uren niet in mijn WhatsApp. En in mijn Insta. En in mijn TikTok. Dus ik ben echt aan het detoxen. Ondertussen echt al een paar uur verder. En het is nog steeds niet gelukt. Dus ik zit letterlijk op mijn WhatsApp achter mijn laptop. Omdat dat wel lukt. En voor de rest is het gewoon wachten tot mijn telefoon het doet. Afgrijzelijk dit. Maar ik ga even douchen. Het is hair wash day. Mijn haar zit vol met gel. En ik kan niet wachten tot ik lekker zo... Want als ik douche elke ochtend. Dan sta ik zeg maar zo onder de douche. Dan was ik mijn gezicht. Maar dan laat ik mijn haar droog. En als ik dan dus mijn haarwasdag heb en wel helemaal zo kan verzuipen onder de douche, vind ik dat heerlijk. Oh, dit bedoel ik dus. Een heerlijke douche. En ik heb gelijk mijn avondeten. En ik ga denk ik even lekker YouTube opzetten. Ik heb iets heerlijks gemaakt. Namelijk, gaat dit werken? Ik weet het niet. Een heerlijke salade met zalm. Zo lekker. Ik had deze week allemaal boodschappen gedaan, maar ik heb natuurlijk die Factor Meals. Dus al mijn boodschappen waren tot en met vandaag goed. Dus ik moest even wat dingen opmaken. Dus daarmee dit in elkaar geflanst. Oh my god. Eén dag later. Zelfde plek. Maar het is gelukt. Mijn telefoon is helemaal geïnstalleerd. Alles doet het weer. Het heeft me echt een dag gekost. Maar vandaag is lekker chill. Ik ben net eventjes nog wezen padellen met papa. Ik heb nog eventjes gesport. Maar voor de rest niet veel bijzonders gaan. Zondag film ik eigenlijk nooit. Het is eigenlijk altijd een beetje het dagje voor mezelf. Maar ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Mijn camera moet ik dus eventjes fixen. Oh my god, ik heb ook net gekookt met curry. En nu is mijn nagel geel. En iemand zei al, pas op met kruiden. Het ziet er zo goor uit. Dus ik moet even opzoeken hoe ik dit kan fixen. Anyway, bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te liken, te abonneren, te klikken op het belletje. Volgens mij heb ik alles gehad. Ja, nee, dat heb ik gehad. Om niks te missen. Ik zie jullie hoop ik snel weer. En de aankomende vlog, jongens, wordt echt degene waar ik al 3 weken naar uitkijk. It's so excited. De dag dat deze vlog online komt, gaat het gebeuren.
Oké, ciao.